Hallo guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het niet zomaar video, want ik ga een mukbang doen met mijn schoonmoeder, de moeder van Davio. En we zitten nu in het restaurant in Turkije. We hebben echt een te gekke ontbijt gekregen. Ik ga het even voor jullie filmen, want je ziet het niet heel goed op de camera. Oké, nou ja, u kunt gewoon, terwijl we bezig zijn, kunt gewoon na eten pakken en zo. Ja. Oké, veel mensen hebben een vraag ingestuurd. Ik ga ze even erbij pakken hoor. Oké, de eerste vraag. Wat was uw eerste indruk van mij? Eerste indruk? Ja. Yeah. Oh jee. Ja, ja. Moet ik het zeggen? Nee. Ja, zeg maar gewoon hè. Nee. Is het zo erg? Nee. Even kijken hoor, de video die zei. Eerst had oma gezegd, volgens mij heb de video meerdere vriendinnetjes. Want de ene keer heb ze eentje is blond en de andere heeft rood haar. En vorige keer kwam er weer eentje met krullen. Dus volgens mij. Ik zei echt. Nou, en toen kwam de video, vond ik een voorstelling. Nou, ik wist het. Huh? Ik weet nog, ik ging altijd bij uw moeder stiekem door het raam. Door het raam, ja. En één keertje, toen zat ik daar stiekem en toen dat viel even naar binnen gegaan. En toen hoorde ik dus zeggen van ja, maar niet omdat ze bekend moet je denken dat je als een schooldoornje behandeld wordt. En toen zei ze van oh ja, wie is dat dan? En ik kende niet hoor. Ja. Toen zat ik gewoon in die kamer, hè. Ja. Ik kan me niet meer echt herinneren, maar ik weet wel. Dat is alweer een tijdje geleden. Een tijdje geleden, ja. Af voor de rest? Nee, ik weet eigenlijk niet. Af voor de rest, de eerste indruk was op zich wel goed, ja. Want ik dacht wel van, nou, leuke meid. En later van, ja, het is Vonneke Bonneke. Maar ja, dat zegt me helemaal niks. Ja. Dat zegt me helemaal niks. Wat vindt de schoonmoeder van jullie relatie? Oeh! Nee. En de video is echt veranderd sinds die vorige keer, hè? Het is echt in positieve zin. Zo. Ja, echt hoor. Hij is ook een beetje volwassener geworden. Nee, een beetje meer volwassener. En ja. Ik ben ook wel positiever. Zeker positiever. Nou, mooi. Ja. Ik heb trouwens nog nooit olijven gezien met een pit. Hij is dan lekker hoor. Door die spatten, ja. Ja. Deze vraag is ook heel vaak voorgekomen. Wat vindt u nou van de prank die dat hier bij mij heeft gedaan? Nou, die vind ik echt erg. Nee, ik vind het echt niet leuk. Nee. Soms denk ik echt dat die grappig is. Ja, ik denk echt, als de video heb, altijd van die stomme grapjes. We pakken hem wel terug. Maar veel mensen hadden ook naar u gestuurd kijk wat de video heb gedaan. Kijk wat de video heb gedaan, ja. Hoe was uw reactie toen? De Vio had mij al gezegd. Hij zegt, je moet niet schrik worden. Ik zeg, nou, echt domme. Echt domme dingen. De Vio, echt, soms denk je echt niet naar. Echt domme dingen. Ik zeg, nou, ik had de Vio die kleding netjes had gegooid. Ik had het al lang uit het raam gegooid. Noem alle twee één ding wat jullie heel leuk vinden aan de Vio. Nou, moet ik even nadenken hoor. Even heel lang nadenken. Wat ik heel leuk aan vind. Nou, hij doet wel altijd heel lief met zijn broertjes en zusjes. Ja. Weet je, hij is echt altijd van, dan neem ik ze mee daarheen. Hij is altijd van, weet je, met z'n allen dingen doen. Of hij komt gewoon even gezellig lekker eten. Altijd spontane dingen doen. Ook een vraag van mij. Wat was die eerste indruk van u dan? Nou, vreselijk natuurlijk. Nee, yes. Echt totaal niet. Maar ik wist wel dat toen was ik net bevriend met Davio. En hij zei, we gaan even naar mijn moeder. Dus ik was stiekem wel blij. Ik dacht, yes, ik ga zijn moeder ontmoeten. Want dat is gewoon, ja. Dan is het, ja, dan is het goed. Ja, en toen ja. Zei hij tegen me, ja, je moet niet denken dat het iets speciaals hoor. Want veel vriendinnen van me komen ook gewoon bij mijn moeder. Oh, echt? Toen dacht ik van, wow. Toen was ik gelijk emotioneel. Ja. Maar ja, eerste keer was gewoon gelijk gezellig, gelijk thuis. Ja. Met April ook. Ja, April is echt helemaal verliefd op je. Veel mensen vragen ook al, wat is uw afkomst? Oh ja, nou, mijn vader is Spaans en mijn moeder is Nederlands. Oh, dus Davio liegt gewoon over zijn afkomst, hè? Want hij zegt hij is half Spaans en half Israëli's. Oh, dan weet ik niet waar die andere half Spaans van is. Maar dat... Als maar een kwart. Nou, dat vind ik...
Hij voelt zich wel Spaans. Meer Spaans dan Nederlands. Ja. Meer buitenland. Maar hij heeft ook daar gewoond, hoor. Ja, ja, pak een Spanje gewoond, ja. Sorry hoor. Ik ben mijn mond vol. Wanneer en van wie verwacht u de eerste kleinkinderen? Voor de video. Als de rest komt, dan word ik echt boos, want die zijn te jong. Voor de video. Zo klein. En hoeveel dan toen? Hè? Hoeveel? Nou, als je mij nadoet, dan zijn het te veel. Nee. Nee, misschien 2, 3. Het is leuk. Iemand zegt, oh mijn god, doe Vanessa de groetjes. PS, ik ben een oude collega van haar. Maar er staat geen naam bij, dus... Narisha? Narisha. Ik heb echt zoveel collega's gehad. Ik heb echt overal gewerkt. Ik sta het echt niet mee. Dus als ik mensen besta, hi, dan moet ik echt even denken. Ja. Heb je ook wel eens gehad dat... dat je denkt dat iemand naar je zwaait, maar dan ja. Wordt er naar iemand achter je gezwaaid. Oh ja, nou, ik heb een keer gehad dat, dat ik dacht dat, dat de Vio er stond, dus ik zwaaide. Ik zei van, hé, Daaf. En toen was het dus de Vio niet in de verte. En dan ga je echt af. Maar wat is het meest gênant wat u ooit hebt meegemaakt? Wat, met de Vio of is het geheel? Ja, gewoon... Dat ik tegen een glazen deur liep op Centraal Station. Ik dacht dat die open was. Ja, en toen had ik echt helemaal mijn warme bloedneus, joh. Het ging nog heel hard ook, dus iedereen keek dat die aan de deur ging. Weet je wat ook echt erg was, jongens? Dat Vio die had de scooter. Maar die stond op uw naam, toch? Ja. En die had hij geparkeerd ergens. En toen kwam de politie. toen moest dat Vio's moeder gewoon die scooter helemaal uit de sloot trekken. Ja. Moest ik mee met die politieauto. En zulke domme dingen doet hij. Heeft hij gewoon een scooter, omdat hij oud is, heeft hij gewoon uit de schuur een keer gehaald. Heeft hij ergens neergegooid, maar ik was die scooter ook allemaal vergeten. Ja. En toen stond er opeens politie aan de deur. Ja. Over die scooter, maar ik dacht, maar denk een scooter. Ik heb helemaal geen scooter. Dat is 10 jaar geleden of zo. En die staat in de sloot, wilt u nu meekomen met die scooter? Nou, ik schaam me dood. Dat ik in een politieauto, word ik afgezet bij die sloot, en dan is ze weg. Nou. Hij was echt vroeg in de ochtend, toch? Ja, was heel vroeg. Echt, nou, dat soort domme dingen doet hij. Doen jullie vaak dingen met elkaar? Nee, eigenlijk niet echt. Dit is de eerste keer dat we echt iets samen doen. Ja, is echt heel gezellig. Ja, maar ze hebben natuurlijk ook allemaal kinderen en ze moeten ook werken. Dus het zit niet altijd in. We hadden wel een keertje nagels gedaan samen. Ja, en voeten, toch? Oh nee, dat was... Ja, voeten was voeten ook, ja. Voeten, ja. En Preston Palace met z'n allen was ook wel gezellig. Oh ja, voor dat soort idee. Ja. Hoe vindt u dat Davier met een bekend persoon gaat? En had u dat verwacht? Nee, maar de Vio was wel altijd bezig met muziek te maken en zo. En hij zei altijd van, ik wil echt nooit voor een baas werken, want dat kan ik niet. Ik wil echt voor mezelf. En vroeger had hij wel een leuke, was echt schattig. Toen had hij echt allemaal kleine vlechtjes zo. Dan ging hij echt helemaal rappen zo. Was echt heel schattig. Als ik zie wat hij dan soms voor elkaar krijgt, dan denk ik wel van, nou, dat doe je dan wel goed, weet je. Echt, en je verjaardagscadeau wat er natuurlijk aankomt straks. Dus dat ja, denk maar ik echt... kom op, het is al januari geweest. Ja, maar dan moet je denken, als het heel laat komt, dan is het goed. Dan is het... U weet al wat het is, toch? Ik weet wat het is. Het is echt iets heel mooi. Kun je er geen tip, hintje geven? Nou, niet echt, nee. Nou, het is... Je zal echt zeggen, wauw. Nou, jullie horen het, dat was zijn moeder die zegt het, dus het is niet nep. Veel mensen zeiden ook van, hij verzint gewoon dat hij iets heeft gehaald. Nee. Eigenlijk alles wat hij doet, dan gaat hij mij wel bellen. Ma. Weet je wat ik ga doen? Wat vindt u het irritantste aan mij? Irritantste? Ja. Waar moet ik beginnen? Nee, even kijken. Nou, die blokfluit, dat is echt vreselijk. Dat die mee is, die gooit zo uit het raam. Nee. Nu ga ik je eens extra Nee, die is leuk. Die blokfluit is wel leuk. Nou, als ik dit aan de Vio had gevraagd, was hij met de hele waslijst. Nou, ik heb eigenlijk nog niks, nee. Yes. Denkt jouw schoonmoeder dat jij de ware bent voor Davio? Nou, jullie zijn een beetje hetzelfde. Jullie zijn een beetje hetzelfde type. En jullie vullen elkaar wel een beetje aan. Ja. Dus ik vind het wel een goede match. Ja, ik vind het echt een goede match. Allebei een beetje gek af en toe. En Davio heeft ook zo'n schijt en alles. Dus het past echt goed. Soms wordt dat ook echt heel erg hoor. Ja, maar ja, dat heb ik ook thuis. Niet alles is perfect.
zou je nu al kleinkinderen willen? Ja, voor mezelf vind ik het wel heel leuk, maar voor jullie zou ik zeggen van nou nog eventjes wachten, ja. Even genieten. Want als je een kind hebt, dan zit je echt op veel dingen gebonden, weet je, kan je niet echt maar zomaar spontane dingen doen. Ja, je kan het altijd bij mij brengen, maar ja. Dan moet je echt meer regelen. Dit is Brownie. Ja, ja weet je. Dus alleen Brownie is nog heel erg bang voor iedereen. Ja, Brownie is moe trouwens. Ja. Nee, Brownie komt ook vaak logeren. Dan moet hij echt zeggen, kom hier, nu. Ik besef echt dat ik de enige ben die echt weer zoveel eet. En dat is altijd, maar ja, dat zijn jullie wel gewend van. Maar iemand zegt met hoofdletters, oh my god, Kenji is zijn moeder. Oh echt? Ja, ik ben ook Kentje zijn moeder, even moeder, Denzel, Anthony. Hoeveel kinderen heb je eigenlijk? Vijf. Vijf kinderen. Ja. Hard bezig geweest. Ja. Ja. Oké, heeft u, vond ik en dat hier wel eens boem boem dingen horen doen? Ja, dag. Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Maar uw moeder wel. Ja, dat zal wel, ja. Maar die is toch een beetje doof, dus die hoort niet alles. Oh, echt disrespect. Heb je dat echt gevraagd? Was Davio gepland? Ja, hij was echt gepland. Ik was denk ik 22 was ik. Toen werkte ik nog in Muidenberg. En toen had ik een flatje en toen heb ik echt zoiets van, oh, nu heb ik echt. Nu zou het echt leuk zijn als er een kleintje komt. En toen was ik, drie, vier maanden later was ik zwanger. En een heel kamertje gedaan. Dat is natuurlijk je eerste kleinkind ook. Nou, en opa vond het natuurlijk ook geweldig, want het was de eerste kleinzoon. Hij had natuurlijk zelf drie dochters. Dus het was echt opa's kleine Barcelona mannetje werd het. Ja, nee, de vier was echt gepland. Nou, toen kwam hij, toen was hij echt zo schattig. Want ik dacht echt, ik krijg een meisje. Omdat ik zelf allemaal mijn zusjes had. Ja. Maar toen kwam de Vio echt zo klein. En dan kleine krulletjes, dat knalblauwe oogjes. Zei iedereen echt, wauw. En toen keek ik echt, oh, zo schattig. Maar nu is hij niet meer zo schattig hoor. Nee, nu is hij wel veranderd. Schattig is hij niet meer. Ja, deze vraag was eigenlijk aan mij. Zou ik ooit verhuizen naar Turkije? Ik vind die wel echt heel leuk. Alleen, ik weet niet of ik mijn werk hier ook, zeg maar, kan doen. Mijn lipgloss verkopen. Als dat, zeg maar, geregeld zou worden in Nederland. En dat alles een beetje gesetteld is en zo. Dan wil ik wel echt verhuizen naar het buitenland, maar ik weet niet Turkije. Zou je in een ander land willen wonen? Ja, ik zou echt wel. Ik ben natuurlijk ook in Spanje zijn we natuurlijk geweest, ook een tijdje. Maar een ander land trekt me sowieso wel. Gewoon even weg, weet je. Gewoon even uit... Ja, maar Turkije, ik had echt niet verwacht dat het zo mooi was. Het lijkt een beetje op Spanje ook. Mm-hmm. Ik had aan die bergen zo, ik vind het echt mooi. Eerlijk gezegd, Turkije is voor jullie echt meer vakantiebestemming. Maar ik zie jullie eerder naar Spanje verhuizen dan Turkije. Ja, ja. Spanje, ja, natuurlijk de taal ook natuurlijk. Hè. De taal is natuurlijk ook een issue. We zijn trouwens met Jellis, onze moderator. Ook vragen aan mij. Wat u altijd al had willen weten, nog nooit gevraagd. Oké, hoe heb je de Via leren kennen? Zo, nou. Ik had zeg maar een vriendin. En ze had haar zusje was jarig. En Davio was meegekomen met haar neefje. En toen zei ik tegen mijn vriendin van, oh mijn god, wie is dat? Hij is echt knap, maar hij stond gewoon achter me en ik praatte echt luid. Dus ik keek achter me en toen zag ik hem gewoon echt zo droog naar me kijken. En toen stond ik aan de tafel bij zo'n lelijke taart. En toen zei ik tegen hem, toen dacht ik wel, oké, nu ga ik even mijn chant skills erin gooien. Toen dacht ik van, zei ik van, hey, je hebt echt mooie ogen. En toen zei hij, thanks, jij ook. En toen dacht ik van, maar ik heb gewoon bruine ogen, hij is niet fris. Toen dacht ik van, nee, maar hij liegt. Toen dacht ik, ik was helemaal één. Daarna, ja, het was een beetje saai binnen, dus toen zei hij van, gaan we even buiten chillen. Ik ging buiten in de auto, gingen we... NS pranken bellen. Gewoon rennen uit niks. Toen ging Davio bellen van ja mevrouw, ik heb een tas gevonden met 1000 euro. En dan kunt u het nu ophalen. En toen dacht ik wel en rennen. En sinds die dag heb ik hem eigenlijk elke dag gezien. Ging ik ook mee, één keer meewerken bij uw werk. Oh ja, ja, klopt. Ja. Oh, toen had hij nog gezegd van ja, ze mocht niks online zetten, toch? Ja, klopt. En toen had ik gefilmd dat hij aan het schoonmaken was. Toen was hij omgevallen met... Ja, met die kar, ja. Ik dacht, oh my god, wat doe je me aan? Ik ga even kijken of ik die video nog op mijn telefoon zet. Ja, toen was ik klaar.
Nou mensen, vandaag ben ik een schoonmaker. Maar die gegeven dacht ik, oh my god, de Fio, wat doe je? Dat was de eerste dag na zo lang dat ik weer een keertje gewerkt had. Echt? Ja. En Fio, moest je maar mee? Ik zeg, ga maar met mij mee. Hup, kom, aan het werk. Nou, hij deed het wel goed hoor, hij was elke dag daar. Mm-hmm. Wat zou voor u de grens zijn om te zeggen van, Davio, je mag niet meer met vrouwelijke relatie hebben? Nou echt, als jullie steeds ruzie hebben en dat het steeds erger wordt. Weet je, dus de ruzie, je komt niet meer uit die ruzies. Weet je, dat vind ik echt, weet je, dat is echt erg. Dat het steeds erger wordt, dat je elkaar bijna wat wil aandoen, weet je. Dan is het op een gegeven moment echt, voordat je elkaar wat aandoen, kan je beter ieder zijn andere kant op gaan, voordat het gewoon explodeert. Ja. Weet je, dan kom je er gewoon niet meer uit. Weet je, dan kan je beter gewoon zeggen, oké, dan is het klaar en dan ieder zijn andere kant op. Ja, goed. Dit ook nog een keer. Het was bij ons oude huis. Toen deed ik hem daarvoor je ruzie. En toen was hij erbij en zei ik, oké, dan is het toch wel uit. Dus ja. Toen was het ook van, oh, waarom zit je zo scène terwijl mijn moeder erbij is? Ja, ja. Ja, maar dat je ook in psychose zat, dus was echt erg. Toen was de video echt helemaal in paniek van, mama, wat moet ik doen? Het was echt, zeg ik, nou, weet je, we gaan het gewoon opzoeken. Nou, ik herkende je ook helemaal niet. Toen dacht ik, oh my god. Weet je, ja. Dat je iemand is helemaal veranderd, weet je, dat ik echt dacht van, oh mijn god, hoe kom je hier uit, weet je, van, gaat maar het helemaal goed? Maar ervaring toch met mensen die psychose jawel. Hebben, want ik denk als Davio zeg maar niet wist wat hij daarmee moest doen, ja. Dat het ook wel heel erg anders was gelopen. Ja, maar ook natuurlijk wat er allemaal gebeurde, natuurlijk, weet je, wat er allemaal bij kwam, weet je, van, we gaan beslissen, je mag niet weg daar en allemaal, weet je, dat je echt beveiligd zit en toen dacht ik, ja. Hoe lang gaat het allemaal duren, weet en, je. En dat moesten ook uit ons vorige huis daardoor. Ja, ook nog, ja. En dat gevecht met Fabiola zou ook binnen 2 maanden toch ook zijn, nog, dus ja. Dat was echt. En ik moest zoeken voor een nieuw huis en ik moest rust vinden in mijn hoofd. Ik kwam net uit psychose, dat was wel heftig, maar we zijn wel beter uitgekomen. Ja. Oké, zou u liever, even denken. Zou u liever 2 piemels als oren of een vagina op je neus? Vagina op mijn neus? Ja, of 2 piemels. Nou, ik denk een vagina op mijn neus en nu heb je mijn neuskapje. Echt niet zo'n neuskapje. Die piemel zit er zo. Ik heb een olifant. En als laatste vraag, hoe oud bent u? Ik ben pas 23 geworden. Oh, nou, ik word volgende maand 45. Zo, dankjewel hoor. Ja, ze ziet er wel goed uit. Ja, dame van die leeftijd hoor. Ja, vind ik ook. Echt? Ik hoop dat ik net zo goed uit als 45 ben en net zo. Ja, dan heb ik misschien geen haar meer om mijn hoofd, hè? Maar je is ook allemaal aan het verzakken hier. Nou, oké, ik wil jullie heel erg bedanken voor het. Voor het insturen van de vragen. Vonden jullie deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En een dikke shout naar de viewersmoeder. Nou, doei. En een dikke shout naar April. Hè? Want die is oh, ja, super trots op de moeder. Ja. En die mist de mama. Oké, doei guys. Doei.